Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een beauty favoriete video. Ik krijg heel veel vragen over mijn skincare routine en welke make-up ik elke dag gebruik. Nou heb ik een tijd terug een daily make-up routine gefilmd. Zal ik hieronder even linken, maar er is inmiddels al best wel wat veranderd. En het leek me leuk om jullie eens mee te nemen in de wereld van mijn echte ultieme beauty favorieten. Dit zijn echt de producten waar ik bij zweer, waar ik in geloof, die ik keer op keer koop. En die mijn beautyleven hebben veranderd. Het wordt een beetje een mix van skincare en beauty. Ik heb het hier allemaal in een stapel liggen, wat jullie gelukkig niet zien, want het is een bendetje. En ik begin even bij een product dat jullie waarschijnlijk al kennen uit mijn video's. Dat is de Laura Mercier Radiance Foundation Primer. Een primer is iets wat je onder je foundation draagt, waardoor die de hele dag blijft zitten. En het maakt je gezicht al meteen een stuk egaler. En deze geeft je gezicht ook meteen een hele mooie glow. Dus het verfijnt de poriën en het maakt je gezicht, je huid heel stralend. Eigenlijk is het al een soort highlighter die je onder je foundation draagt. En op de een of andere manier zit al mijn make-up gewoon veel mooier als ik dit eerst gebruik. Is niet een hele goedkope, maar is voor mij wel het geld waard. En hij is heel zuinig in gebruik. Doet hij echt maanden mee, dat scheelt. Dan een product op budgetgebied dat ik echt fantastisch vind. En dat zijn de True Match Concealers van L'Oreal. En het is eigenlijk gewoon een hele simpele sponsapplicator en een hele fijne concealer. Ik weet niet precies waar het hem in zit. Ik denk dat hij wat vloeibaarder is dan andere concealers die ik vaak gebruik. Die zijn meestal toch iets stugger en iets meer crèmevorm. Deze is heel vloeibaar. En voor mij werkt hij heel fijn onder de ogen. En ook op plekjes en vlekjes is hij heel fijn. En hij blijft ook goed zitten. Toen ik op Bali was, heb ik veel op Insta-stories gepost. En daar kreeg ik heel veel vragen over wat mijn holiday beauty routine was. Omdat ik er zo glanzend en gezond uitzag. Nou moet ik ook zeggen dat ik gewoon heel gelukkig en heel relaxed was. Dus dat heel erg hielp. Maar die highlighter die ik net liet zien, had ik elke dag op. En dit palet was eigenlijk het enige wat ik heb gebruikt. En dit is iets wat ik altijd nu elke dag gebruik. En hier zit bijna alles in wat ik nodig heb. Het is ook van Charlotte Tilbury en ook best een investering. Maar er zitten natuurlijk echt wel verschillende onderdelen voor je gezicht in. Wat ik doe nadat ik een foundation op heb gedaan of een dagcreme, is een beetje van deze bronzer. Daarna doe ik dit en dit eigenlijk gewoon met een grotere fanbrush een beetje door elkaar. En dan doe ik dat hier bij mijn wangen en cheekbones. En deze drie gebruik ik bij mijn ogen en dit in de binnenste ooghoek. En dat is eigenlijk hoe ik mijn everyday look nu heel erg samenstel. Dus dit palet is eigenlijk alles wat ik nodig heb. En dan gebeurt er vaak nog één ding waar ik ook zoveel vragen over krijg. En dat is deze oogschaduw. Ik doe heel vaak een oranje of een rood tint. Vooral hier bij de crease. En dit zijn dus de tinten die ik dan gebruik. En met name deze rode is er eentje die ik nu heel veel opdoe. Dit ziet er echt super heftig uit, maar het is het niet. En vooral ook over zo'n mooie neutrale basis die je bijvoorbeeld met zo'n Charlotte Tilbury palet kan doen, doe ik dit er eigenlijk gewoon overheen en dat maakt je ogen heel sprekend en knallend. Een andere lipfavoriet, die hebben jullie denk ik ook al vaker bij mij gezien en waarschijnlijk ken je deze ook wel. Dit is de 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. Het is een hele stevige lipcreme. Hij ruikt ook heel medicinaal. Ik weet dat sommige mensen die geur echt niet trekken, maar ik vind het super lekker. Dit gebruik je vooral op je lippen als ze natuurlijk kapot zijn, maar ook eigenlijk gewoon de hele tijd om ze te verzorgen. Je kan het ook op andere droge plekjes, bijvoorbeeld op je handen gebruiken. En zeker nu het winter is en ik heel vaak last heb van hele droge lippen, is dit echt iets wat ik elke dag bij me heb. Ik heb het in elke tas zitten en dit is bij mij echt het enige wat echt goed werkt. In deze favorieten zitten ook drie producten van Charlotte Tilbury. Maar dit is de allerbeste highlighter die ik ooit ben tegengekomen. Ik heb jullie wel eens eerder verteld volgens mij over het product wat ik op mijn benen gebruik van Charlotte Tilbury. De Supermodel Body. En dit is dat eigenlijk voor het gezicht. Het is de Beauty Light Wand. Het is gewoon een sponsje dat je zo op je gezicht dept. En dan veeg je die highlights er zo een beetje uit. En dat is het. En deze blijft echt heel goed zitten in tegenstelling tot een heleboel andere cream highlighters. En hij is heel mooi subtiel, niet te wit. Echt mijn favorite. Dan gaan we door met een gezichtscreme die ik de laatste tijd heel veel gebruik. Deze is van Sisley en het is de Black Rose Skin Infusion Cream. En wat hij belooft is plumping en radiance. Als je het door hebt, ik ben helemaal voor radiance. Ik wil gewoon een hele stralende huid. Dat is echt wel mijn life goal qua oppervlakkige beauty dingen. Ik vind hem heel fijn. Hij is namelijk best wel waterig en hij trekt daarom heel snel in. Dus zeker in de ochtend, als ik haast heb, vind ik deze heel lekker en verfrissend. En kan ik eigenlijk meteen door met mijn make-up. En ik vind het zo'n mooie verpakking.
Ik weet dat het om de binnenkant gaat bij mensen en beautyproducten. Maar hoe mooi is dit rosé gouden glansje. Dit is een oogpotloodje van Chanel in de kleur Ambre Doré. Nou moet ik zeggen dat ik dit zelf ook wel iets vind wat je eigenlijk misschien van een goedkoper merk zou willen scoren. Maar het is mij gewoon nog niet gelukt om een potloodje te vinden dat net zo goed is als deze. Dit is een potlood in een beetje een gouden koperachtige tint. En die gebruik ik aan de binnenkant van mijn oog, dus op de waterlijn. Omdat die een soort gouden metallic look heeft, geeft het een hele mysterieuze, frisse touch, vind ik. En omdat ik natuurlijk heel veel kopertinten op mijn oog gebruik, geeft het een soort eenheid. Dan een haarfavoriet en dat is deze Texturizing Volume Spray van Balmain. Dit is een spray waar ik nu ook echt al maanden mee doe. En die ik eigenlijk altijd hiervoor in mijn pony spray en dan een beetje losjes door mijn hele haar heen. Waardoor ik meer volume krijg en ook elke keer als ik er aan zit blijft het gewoon lekker omhoog staan. En het fijne hieraan is dat die niet zo stug is als een droog shampoo, maar ook niet zo sticky als een haarlak. Het zit heel erg in het midden van die twee producten qua textuur en qua gevoel. Dan op nagelgebied. Ik heb nu deze fantastische regenboog nail art. Maar normaal gesproken heb ik eigenlijk niet meer zo'n zin om gel lak te laten doen, omdat ik het gewoon heel veel tijd vind kosten. En wat ik nu veel gebruik is deze nude van Essie in de kleur Spin the Bottle. Het is gewoon een hele fijne, neutrale tint die wel iets beiges heeft en iets rozes, maar eigenlijk gewoon amper opvalt. Maar dan meteen wel heel verzorgd uitziet, dus die vind ik heel fijn. Dan nog even een make-up favo. Dat is deze Studio Fix poeder. Ik gebruik eigenlijk wisselende foundations, maar ik sluit wel altijd met deze poeder af. En op de een of andere manier geeft hij een heel mooi geairbrushed effect aan je huid. Ik doe het niet bij mijn wangen, want daar wil ik de glans een beetje behouden bij de cheekbones. Maar hier en onder mijn ogen om de concealer een beetje te zetten. Op mijn neus, op mijn kin, op mijn voorhoofd. Waardoor alle oneffenheden een beetje weg worden verdoezeld. Ook van MAC twee favorieten zijn deze twee kwasten. Hebben hele specifieke nummers altijd. Volgens mij is dit de 107 en dit de 130. En dit zijn stippling brushes. En wat ik dan doe is mijn foundation doe ik hier op mijn hand. En dan zet ik de kwast erin en dan zet je eigenlijk een soort kleine stipjes op je huid. Je kan ook een beetje meer zo smeren. En dat geeft een hele mooie, egale, zachte look. En deze gebruik ik dan voor of mijn concealer of als ik dus een specifiek plekje een beetje extra aandacht wil geven. Dan een geheim wapen op gebied van skincare. Dit is van een merk dat heet Biodroga. En dit is een anti-blemish cream. Dit is een hele rare soort, je moet echt een minuscuul beetje gebruiken. Maar het is een crème dat eigenlijk alle plekjes die je hebt, verwijdert hij gewoon. Hij erased ze, hij droogt ze uit. En het is echt een soort miracle cream. Dan nog één lippentopper en dat is deze van NYX. Ik vind hem toch wel een beetje het midden houden tussen een lippenstift en een lipgloss. En dit is de kleur Sao Paulo. Hij droogt best wel mat op inderdaad. En het is zeker in de winter vind ik, als je wat bleker bent, best wel mooi om iets van kleur aan je gezicht toe te voegen. En ook fijn dat het een kleintje is, want dan kan hij altijd overal mee naartoe. En dan als laatste heb ik de Charlotte Tilbury Magic Cream. Dit is in tegenstelling tot de Sisley crème die ik net benoemde een wat stuggere crème. Echt een soort hydratatie booster. Op het moment dat ik dit opsmeer voel ik gewoon dat mijn huid een oppepper krijgt. Het is ook iets vetter, het trekt ook langzamer in. Dus ik gebruik deze vooral als nachtcreme. En dat waren ze, de producten waar ik echt bij zweer en super in geloof en die ik elke dag gebruik. Ik hoop dat je het leuk vond om wat meer zicht in mijn beauty cabinet te krijgen. En als je nog vragen hebt, stel ze zeker even in de comments. Dankjewel voor het kijken en ik hoop je heel snel weer te zien. Dus vergeet zeker niet je te abonneren op mijn kanaal en een thumbs up te geven.